Na het eindfeest was zij niet langer in leven, was zij die avond maar thuis gebleven. Zie hier, 9 verdachten, 9 verhalen. Luister en help de dader bepalen. De conciërge, morsig en vies, is hij verantwoordelijk voor ons verlies? Zijn grote bos sleutels maakt hem verdacht. Hij was ook aanwezig die noodlottige nacht. Van buiten mag hij dan smerig zijn. Zonder motief is zijn geweten nog rein. Zie hier 8 verdachten en 8 verhalen. Luister en help de dader te bepalen. De dramadocent, yoga en altijd in balans. Zorgde hij voor de stagiaire haar laatste dans? Hij was op het eindfeest, zoveel als waar. Maar hij was daar niet het echte gevaar. Het motief is wat bij hem ontbrak. Tevens had hij geen kluissleutel op zak. Zie hier 7 verdachten en 7 verhalen. Luister en help de dader bepalen. De bovenbouwers, rebels en ruw, maar zijn ze voor een moord echt zo sluw? Hogere cijfers is wat zij begeren, maar de stagiair hielp ze niet te frauderen. Hen werd op het eindfeest de toegang ontzegd, dus de bovenbouwers beschuldigen is onterecht. Het was hun kluis, dat is dan wel zo, maar een moord? Dat is een hoger niveau. Hun sleutel is uit de kleedkamer gejat. De echte dader ging hiermee op pad. Zie hier 6 verdachten en 6 verhalen. Luister en help de dader bepalen. De conrector, zogenaamd overspannen. Had hij die avond snode plannen? Zijn sleutel had tot alle kluizen toegang. Hield hij misschien zijn woede niet in bedwang? Om zijn geweld stond hij bij ieder bekend, maar vanwege een burn-out die avond absent. Zie hier 5 verdachten en 5 verhalen. Luister. En help de dader bepalen. De docent geschiedenis, een geweldig fantast. Schoof hij dan de stagiair hier in een kast? Harry Potter en magie zijn echt zijn passie. Helaas, de stagiair vond hem maar een sneu gassie. Maar het kluisje kon hij niet binnen. Want zonder sleutel kon hij niets beginnen. Zie hier 4 verdachten en 4 verhalen. Luister en help de dader bepalen. De docent Duits, de dictator in de klas. Je zou zeggen dat hij de dader was. Hij heeft een hekel aan zelfstandige vrouwen. Maar heeft de stagiair niet in een kluisje gevouwen. En had hij die avond een sleutel bij de hand... Dan maakte hij liever de docent drama van kant. Zie hier 3 verdachten en 3 verhalen. Luister en help de dader bepalen. De brugpieper, vol stoerdoenerij. Zorgde hij dan voor dit brute karwei? Achter zijn computer schiet hij alles kapot. En ook leende hij de juiste sleutel voor het slot. Maar geloof toch niks van die stoere praat. Dit is het eerste jaar dat hij naar deze school gaat. Zie hier 2 verdachten en 2 verhalen. Zullen wij ooit de dader achterhalen? De docent gym of de docent wiskunde? Wie was het die haar het leven niet gunde? Beide waren op het eindfeest present. Slechts 1 van hen heeft er een moord gepland. Beiden hebben uit de kleedkamer gejat. Maar 1 van hen
verdenking voor een andere schat. Want wat was er eerder die avond gebeurd? Zijn reputatie was door haar besmeurd. Ieder had voor de stagiair een gedicht geschreven. En hierbij is de gymleraar in gebreken gebleven. Zijn tekening werd voor ieder ten schande gemaakt. En onze gymleraar werd midden in zijn hart geraakt. En zo werd de stagiair die hem had uitgefloten, met grof geweld in een kluis opgesloten.